Good morning mensen, vandaag weer een nieuwe vlog voor jullie. Wat alweer een tijdje geleden is dat ik voor het laatst had geüpload. Ik heb As We Speak nog één vlog klaarstaan, of tenminste klaarstaan, die moet ik nog editen. Maar dat is best wel een lange vlog geworden, omdat ik daar echt het kantoor en zo laat zien. Maar ook wat we hebben veranderd in het kantoor. Dus ik dacht ik ga vandaag dan gewoon weer voor jullie vloggen, maar dan één dag. Zodat ik deze gewoon heel snel kan editen en voor jullie online kan gooien. Want die andere, er zit nog heel veel tijd in en ik heb gewoon zo weinig tijd deze week. Omdat ik natuurlijk druk bezig ben met de webshop die inmiddels live is gegaan. Super leuk. Heel veel lieve reacties op gekregen en ook al veel orders eruit gegaan. En inmiddels hebben we ook een aantal nieuwe items gedropt in de webshop. Dus mocht je het nog niet hebben gezien, check dan even de link hieronder in de beschrijving. En volgende week gaan we ook weer inkoop doen. Dus dan komt er weer een nieuwe drop, zeg maar. Dus dat proberen we dan wekelijks te doen. Dat er steeds voor jullie nieuwe items tussen zitten die ja, voor iedereen wel wat wil zijn, zeg maar. Dus dat. En nu ben ik helemaal klaargemaakt. Vanochtend hadden we lekker pannenkoeken gegeten, zoals jullie konden zien. Ik had mijn haar weer eventjes in mijn natuurlijke krul gedaan. En nu gaan wij richting Amsterdam. Met wij bedoel ik Dwayne, ik en Nela, die achter mij ligt te slapen. Dus vandaar dat ik ook een beetje zachtjes praat. Maar daar gaan we dan naar een speelhal, denk ik, eventjes. Zodat Nela de energie kwijt kan. En we moeten ook nog even wat eten. Dus ik ga Dwayne straks vragen als hij klaar is wat we gaan eten. Because I'm a little bit hungry and this kiddo in the back is sleeping. Like, yeah. Like a little angel. Dus dat is het plan voor straks. En ik zal jullie mijn outfit ook even laten zien. Ik heb een jas aan van mijn schoonzus. Die is van een Mango. Die was ze bij mij vergeten. Dus ik had haar een appje gestuurd. Mag ik die aan vandaag? Want ik vind hem super mooi bij mijn Jeezys. Omdat daar ook zalmroze in zit. Deze legging is van de Zara. En dit spijkerblouseje is volgens mij van River Island. Uit mijn hoofd. Ja. Dus dat is mijn outfit. En het is vandaag trouwens ook best wel lekker weer. Alleen wel fris, maar de zon schijnt. Dus dat maakt me al gelukkig. Dus ja, yeah. Ik neem die gewoon weer mee vandaag. En eerst eventjes op Dwayne wachten. Hopelijk is hij ook bijna klaar, zodat we gewoon kunnen vertrekken. Altijd moet ik op hem wachten. Grapje. Het was een beetje verbranden, toch? Een beetje verbranden? Ik moet zo gaan eten. Ik doe nog rustig aan, bescheiden. 2 hamburgertjes. Gaan we een patatje eten? Het is inmiddels alweer einde middag en we zijn nu pas terug van Amsterdam. We hebben daar een paar uur gespeeld met Nela bij Candy Castle. Dat was de eerste keer dat we daar naartoe gingen. We zijn al vaker bij Ballorig en zo geweest, maar nog nooit bij deze. En we hoorden er best wel veel goede dingen over. En Nela vond het leuk, dus dat was fijn. Ik vond het alleen heel erg druk. Er waren echt superveel mensen met kinderen, kinderfeestjes. Dus je hebt niet echt de ruimte om daar gewoon rustig te zitten. Het was echt na een half uurtje pas was er een plekje vrijgekomen om dan te zitten, zeg maar, als ouders. Dus dat was wel weer een beetje minder. Maar voor de rest is het wel echt een hele grote speelhal, zeg maar. Dus dat is voor kinderen natuurlijk echt super gaaf. Maar nu ga ik heel even iets comfortabels aantrekken. Opruimen, eten koken, Nela in bad stoppen en haar in bed stoppen. Want volgens mij is ze ook best wel moe, want ze is een beetje vervelend aan het doen. Dus dat is het plan. In die volgorde alles te gaan doen. Hoi! Ben je lekker aan het rommelen hier? Heel lekker ding. Ben je blij? Wat ben je aan het doen? De broodje tegen van Baller. Baller? Die van ze. Doe maar hoor. Dwayne had voor Nela trouwens deze stoel gehaald. Dat vindt ze zo leuk. Ik ga het van de week een keertje filmen. Dan ga ik het jullie laten zien in een vlog. Ze gaat daar echt rechtop in zitten, zeg maar. Alsof ze een of andere diva is in de troon. Het is echt zo adorable. Dus die had ze van Dwayne gekregen. Mooi hoor. Ik ga straks op vakantie gaan. Oh ja, voor vakantie. Dat ook nog, ja. Wat is dat, zwembroek? Ja. En ik ga nu eventjes eten koken en opruimen. Wasje draaien, dat moet echt even gebeuren. Terwijl Dwayne hier gefocust is op de televisie, voetbal. Nela die is lekker een boekje aan het lezen. Oh, uh-oh. En een krokotje aan het eten. Zal mama even eten koken dan? Intussen? Vind je dat goed? Vast wel, want die is druk bezig met haar boekje. En ik ga eventjes avondeten klaarmaken. En dit keer weer met de HelloFresh box. Ik heb namelijk van de week de box binnengekregen. En ik ga jullie even laten zien welke maaltijden ik hier heb liggen. Voor degenen die het niet kennen, de HelloFresh box is dus eigenlijk gewoon een box die je kan bestellen met verschillende gerechten die je dan kan uitkiezen op de website. En dit zijn dan de gerechten van 13 tot en met 17 april die hierop staan. Maar zo zie je dus iedere week zeg maar ook op de website welke gerechten er allemaal zijn waar je uit kunt kiezen. En je zit dus niet vast aan een abonnement. Je kan gewoon altijd de box bestellen wanneer je wil en ook stopzetten wanneer je wil. Dus dat is wel heel fijn. Ik heb dus 3 verschillende gerechten nu. Ik ga ze er even uithalen. Want ik denk dat ik gewoon lekker en quick en easy gerecht ga klaarmaken. Omdat dat wel het snelst is. En ik niet zoveel tijd heb. Dus dat wordt dan deze. Dit zijn wraps met kruiden gehakt en een aubergine. Dit is dus een quick and easy recept die je tussen de 20 en 25 minuten kan maken. En dan heb ik ook nog de volkoren boegur, ik spreek het altijd verkeerd uit, met groenten uit de oven, feta en geroosterde amandelen. En deze die is veggie, dus dat is wel fijn. Kan ik die morgen maken. Scandinavische salade met dorade hebben we er ook nog bij. Met gebakken aardappelen. En dit is een glutenvrij recept. Dus ze hebben eigenlijk heel veel verschillende soorten recepten voor iedereen. Dus bijvoorbeeld veggie als je vegetarisch bent. Maar ook dus quick and easy voor mama's zoals ik die weinig tijd hebben. Om een gerecht in elkaar te flansen. Dan pak je toch wel gauw dit soort snelle recepten. Dus ik ga dit even klaarmaken. Ik ga de bak er maar bij pakken met alle ingrediënten. Zo. Ja, dit is hem. Oeh. Ik zie hier de aubergine. De ijsbergsla heb ik. Dan heb ik hier de aubergine. De gehakt. Half om half gehakt. Tomaatje. Nog een tomaat. En nog een tomaat. De yoghurt tagine saus. Uiteraard kruiden. Lenteuitje, wat munt en de tortilla wraps uiteraard om daarmee de wraps te maken. Verder zie ik hier nog meer kruiden en wat feta voor op de wraps om ze mee te vullen. Dus dat is eigenlijk alles wat we nodig hebben voor dit quick and easy recept. Dus dat ga ik nu even snel Speedy Gonzales klaarmaken. Nou jongens, een kind kan de was doen. Eigenlijk staat alles gewoon op de achterkant van het recept omschreven hoe je het kan klaarmaken. En ik ga gewoon letterlijk alle stappen volgen en het op die manier doen. En je kan natuurlijk wel op smaak nog zelf wat kruiden toevoegen als je dat wenst. Maar in principe heb ik nooit extra kruiden nodig gehad. Of soms wel misschien iets van olie of zo. Maar voor de rest zit alles gewoon hier in dat zakje. Dus ik ga beginnen. Mama even eten koken. Ga mama doen dan. Lekker wrappie eten. Lekker wrappie eten met aubergine. Huh? Ik heb net een zwart masker aangebracht van May Beauty. En ik wilde hier nog heel even zeggen dat ik super lekker heb gegeten. Want ik heb helemaal niet laten weten hoe het uiteindelijk was. Hele frisse wraps waren het. En het was ook nog echt heel erg snel klaar. Dus dat is altijd wel fijn met die HelloFresh box. Zodat je dus kan kiezen uit verschillende gerechten. Wat ik net ook al zei. Je hebt dus die quick and easy. Die heb ik net gebruikt. Dat is echt voor de momenten als ik heel weinig tijd heb. En denk van joh, weet je, ik wil gewoon binnen 20 minuten het eten op tafel hebben. Dan maak ik dat. Maar als ik iets meer tijd heb, dan kies ik vaak wel voor die wat meer uitgebreide gerechten. Zodat ik ook echt iets aparts heb. En wat ik vooral altijd zo chill vind, is dat ik ook wel eens nieuwe recepten of combinaties ontdek. Zoals nu met die wraps, dat er dan feta op zit. Dat doe ik eigenlijk nooit. Maar dat is wel iets gewoon wat heel lekker is. En het ligt gewoon ook in de supermarkt. Maar in dit geval dus voor jou in een box, samengesteld door HelloFresh. Dus dat vind ik echt heel fijn. En het is gewoon prettig wanneer ik het druk heb, dat ik dan niet hoef na te denken over wat ik als avondeten wil gaan maken. Maar dat gewoon, ja, je kunt kiezen online welke recepten je lekker vindt. En dan komt de box inclusief de boodschappen dus naar je toe. Dus dat is heel fijn. En voor jullie heb ik, zoals altijd, weer een kortingscode. Want ik werk al echt een hele lange tijd met HelloFresh. En iedere keer heb ik weer een kortingscode die ik aan jullie mag geven. Dus als je nou zegt van, nou, ik wil ook zo'n box bestellen. Check dan even de kortingscode hier in het beeld die ik hier neerzet. En in de beschrijving staat ook nog alle info voor ja, de website en zo. Dat soort dingen kan je daar dan terugvinden. Dus dat was ons avondeten. Ik ga dit masker nu eventjes 40 minuten laten zitten. En daarna gaan wij Netflixen en slapen. Dus ik denk dat ik deze vlog maar meteen gelijk afsluit. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. Als je het leuk vond, doe dan natuurlijk een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren. En dan zien jullie mij snel weer terug in een nieuwe video. Doei!